Hallo allemaal, Joost hier en welkom terug bij mijn Minecraft Let's Play. En vandaag gaan we wel echt de Nether in. En dat gaan we ook doen, dus dat gaan we gewoon direct doen. Let's go. Oh. Sticky keys. Ga weg. Pst. Building terrain. Eventjes weer terug voor enige... Oh, sorry voor enige video lag. Ik ging terug naar fullscreen. Oké. Ik wil gewoon nu direct naar de wreck. De Nether is gevaarlijk. Dus we gaan er niet te lang blijven. Meer heb ik ook eigenlijk niet nodig. En misschien slacht ik even wat van die pigmen. Want dan krijg je geloof ik... Oh nee, dan krijg je geen porkchop meer van. Nou, alsnog dan krijg je gewoon wat raw meat. Dan heb ik tenminste wat eten. Het irriteert me er echt aan dat ik echt veel te weinig eten heb. Constant. Zo. Nou, dat is wel genoeg. Hey! Oké, ze zijn best sterk. Oké. Dank u. Hi. Eten. Dat viel tegen. Ik dacht ik. Hey. Dank u. Oké, ik denk eigenlijk dat het hele netheravond... Nou, ik weet niet of ik verder de nether in ga, weet je? Ik ga ook nog wel even wat kloosters en zo halen. Gewoon omdat het kan. Gewoon omdat het handig is en dan... is het handig en zo. Nou, ook even deze dudes aan slachten. Even nog wat extra voedsel. Hey! Dat is goed. Een nether fortress. Chill. Gewoon echt naast de spawn, zo wat. Dat is wel echt chill, want soms moet je er echt heel lang voor zoeken. Gaan we eventjes daarheen, is altijd leuk. En eerst even wat klooster halen. Nou, ik weet nog niet of ik eigenlijk nu helemaal het Nether Fortress iets mee ga doen. Want ik heb nog niet bepaald in de planning staan om hier iets te gaan halen. Ik heb ook niet echt wat nodig wat hier is. Ja, Nether Ward dingen en zo, maar dat heb ik ook niet echt nodig nog. Maar ik ga eerst wel eventjes wat dingen halen. Gewoon wat klooster halen. En als je denkt, waarom breekt hij het met zijn zwaard? Dat is sinds een update, zoals ik het goed heb. Dan is het beheeft het net zoals glas. En glas doe je ook het snelst met je zwaard. Even kijken hoor. Zo. Wat kijk verschil maar. Het zwaard gaat sneller. Dus als het goed is, is het een goede tool. Zo. Oh nee. Auw. Oké, flink wat glowstone. Holz of los. Hopla. Oké, ik ga gewoon direct terug. Ik ben helemaal klaar met je nether. Voor nu in ieder geval. Want er is een fortress en daar wil ik wel heen in een toekomstige episode. Maar nu nog even niet. Oké. Haha. Wel een risky portal. Oké, kunnen we eindelijk echt aan de goede bouw van de open haard beginnen. Zo. Oké, ik ben zo terug. Dit irriteert me. Wacht even. Oké, ik ben weer terug. Sorry voor de onderbreking, maar ik werd gebeld op Skype, zoals je gemerkt hebt. En het is gefixt. Oké. Open haard. Wij komen eraan. En dicht. Oké, als eerst eventjes de resterende obsidian en andere zooi opruimen. Golden nuggets en andere spullen. Mag het eten wel weer direct opeten? Skype, anders op. Oké, open haard. We gaan eraan werken. Ik weet het, open haard, gevaarlijk in een houten huis. Maar we gaan dat fixen. We gaan ervoor zorgen dat er niks in de fik gaat. Dus wat we gaan doen is wooden slabs maken. Als het goed is gaan die niet in de fik. Die. Ik krijg niet meer hout. Dan moet ik even wat halen. Nou, ik doe gewoon even met mijn pickaxe. Ik heb geen zin om een nieuwe axe te maken even. Zo. Wat gaat sneller? Oh, met het zwaard gaat sneller. Oké. Ik heb niet heel veel nodig. Ik moet alleen een stukje muur vervangen voor slabs dan. En dan er gewoon voor zorgen dat het lijkt op normale blokken. En dan zo in... Nou, als 22 heb ik, is dan genoeg? Ik twijfel. Ik pak nog één hout erbij.
26. Moet kunnen. Oké. Okay. En even kijken. 26 hout. Wij maken slabs. Zo. 56, oh, dat is zat. Oké, okay, ik ga toch een X maken. Dit gaat me echt te lang duren. Die. En. Zo. Een X. Oké, okay, dan kunnen we wel tempo. Oké, okay, wat gaan we doen? Wij gaan dit vervangen. En het was trouwens niet echt verstandig om dit 's nachts te doen, denk ik. Maar, maakt niet uit. We slachten ze gewoon op la. Oh, even dat pakken. Dank u. Zo. En even kijken, die mag ook nog weg. Voor de zekerheid doe ik dit ook gewoon even. Je weet maar nooit, straks gaat alles weer in de fik. En dan, dat gebeurde bij mijn eerste let's play. Er ging een deel in de fik. Was niet zo blij mee. Zo, een stukje van de eerste verdieping nog. Gewoon zo. Zodat ik zeker weet gewoon dat de boel niet in de fik gaat. Dan. Nou, deze ook nog even dan. En dat zijn al slabs, dus dat is goed. Slabs plaatsen. En. Hop. 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 Oké. Okay. En dan. Hier, 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 hier. De hele boel opvullen. En dan is het huis, als het goed is, op een hard bestand. Oké. Okay. Wat? Plaats. Plaats en... Skype, nou eens op. Begint irritant te worden. Oh. Oké. Okay. Dan... Zo. Oké, okay, dat is een deel weer gefixt. Met slabs. En nou nog even de bovenkant. Oeh. Het gaat lukken. Hup. En hoe. Hoe. Hup. En al. Hoe. Hoe. En kan ik hierbij? Dat wordt wel lastig. Ik denk dat ik even naar boven moet. Even kijken. Ik heb net een rack. Gaan we gewoon even. Oh. Stekken. Dat kan hier niet. Nu wel. Zo. En. Eén te weinig. Echt waar. Oké, okay, snel terug. Ik ga nog even wat slabs maken. Ik heb nog goud zat. En 6 slabs. Doem, doem, doem. Zo. En holts of lots. Prachtig. Dan gaan we even niet vallen, anders ga ik weer dood. En zitten er geen gaten meer in mijn huis? Noep. Alle spullen oppakken. Oh, daar lag één slab. Oké. Okay. Dan moet het nu vuurbestand zijn. En dan gaan wij de foundation voor de open haard zelf leggen. Ik moet even kijken hoe ik dat nog kan doen. Ik denk dat ik zoiets doe gewoon. Ja, we gaan gewoon dit proberen. Het dak is van steen, dus dat is positief. En dan netherrack plaatsen. Misschien haal ik deze ook al. Even kijken hoor. Nou, misschien is dat wel cool. Even kijken hoor. Ik weet niet of ik doe die 4 erbij. Oh wacht, dan kan ik het zo doen. Zo. Dat is wel cool, denk ik. Ik ga eigenlijk nog iets hierboven bedenken. Maar dan moet ik even over nadenken hoe ik dat ga doen. Ik weet niet. Maar ik ben wel tevreden voor nu, denk ik. Of ik doe hem vierkant of ik hou hem gewoon zo. Maar ik vind het zo wel even er prima uitzien. Dan hebben we in ieder geval één dingetje alweer gedaan. En dat is een soort van open haard. Ik kan hem nog wel verbeteren in de loop van de let's play. Als ik vind dat hij lelijk wordt. Dan fixen we dat wel weer. Oké, okay, maar eerst slapen nu. Want ik word helemaal ziek van die nacht. Ik heb echt een tekort aan eten. Misschien moet ik even een kleine farm gaan opzetten buiten. Laat ik dat eens doen. Even kijken hoor. Ik ga dat eventjes fixen. En ho. En dan gaan we even wat seeds verzamelen. En dan kan ik gewoon even eigen brood gaan maken. Want het begint echt heel irritant te worden. En dan even zo. Seeds alsjeblieft. Dat zijn er 2. Dat is
Beetje weinig. Hey creeper, ben lekker aan het zwemmen. Veel plezier hoor. Oh, nog één. Met je vrienden aan het zwemmen zelfs. Doe maar luxe. Oh wacht, ik heb boombiel. Oh, zo. Boombiel hier. Hopla. En dan gaan wij verzamelen. Meer seeds, meer seeds, meer seeds. Je krijgt er bar weinig seeds altijd hiervan. Duurt altijd even voordat je een normaal aantal hebt. Zo. Dat is 7. Ik wil denk ik een stuk of... Kijk, als ik hier gewoon een klein farmpje maak. Een stuk of 8 seeds of zo. Nou, iets meer denk ik zelfs. Ik denk een stuk of 14 seeds. Snel wat seeds. En dan krijg ik officieel helemaal geen seeds uit. Oké, 1, 2... 3, 4. Oké, nog eentje moet genoeg zijn. Oké. Dat begint ergens op te lijken. Dat zijn 16 seeds, helemaal goed. Dan leg ik alvast even de foundation. Dat wordt dan... Zo. En ik wil het eigenlijk wel zo. Gewoon 3 van die dingen. Seeds. Zo. Oh, je hoeft helemaal niet te crouchen natuurlijk. Ik kan gewoon overheen stormen. Zo, helemaal goed. Water ertussen doen. Oh, nou. Faal. Mooi. Kan ik mooi die extra seed weer voor gebruiken. Oké. Dit fixen. Dan kan ik de water gaan tussen doen. Nou, zo. En even een bucket maken. En vensters erop mee knallen. Oh, shit. Huh. Oh god. Oh god. Niet positief. Onderweg. Rescue unit Joost. Onderweg. Openbreken. Apart. Waarom is het ineens opgehaald? Ik heb geen idee. Dat fix ik nog wel. Eerst nu de farm afmaken. Sticks. En dan met die sticks maken wij fences. En dan hebben wij hopelijk genoeg fences. Ah shit, precies te weinig om nog eentje te maken. En een bucket, dat heb ik ook nodig. Zo. Wel apart, want ik heb toch zowat die hele laag gewoon... veilig gezet met slabs. Maar ja. Ik fix ze nog wel. Oké, dat is te weinig. Dan alvast even het water doen. Zo. Wacht, ik hoef helemaal niet te crouchen. Moet ik echt nog aan wennen. En zo. En... zo. Oké. Nu nog wat fences en dan is deze ook weer af. Dan even dit weghalen zodat het niet echt aan mijn farm ligt. Oh! Oh wacht, dat is damage van eten. Shit. Hoe gaan we dat oplossen? Ik heb geen idee. Ik denk niet. Nope, gewoon niet. Ik ga op een gegeven moment wel gewoon dood en dan heb ik weer nieuwe levens. Want ik span toch hier. Even denken hoor. Fences. Dan moet ik nog maar wat meer van hout verzamelen. Ah, shit, ik heb veel te weinig. Lastig. Lastige kwestie. Zo. Oké, dat is te weinig. Hout. Ik kom eraan. Hey, boom. Kom je officieel slopen? Zo. Oké. Okay. Ik wou dat ik kon sprinten. Maar daar is waar dat is waar dit farm allemaal voor is. Dus dat komt goed. Laten we de helft pakken. Ho. En. Sticks. Niet allemaal. Zo. Perfect. En dan met deze sticks maken wij. Even wat fences. En dan met die overige.
maken wij een fence gate. En dan moet de farm klaar zijn. Mini farm. Fence gate. Fence. Je gaat het niet mee, hè? Oh, wacht, ik heb genoeg. Helemaal goed. Perfect. Even die weghalen. Anders ga ik er maar me eraan irriteren. Helemaal goed. Oké, mini farm is complete. Oké. En dan denk ik dat ik hier even deze episode eindig. En dan ga ik in de volgende episode maar eens werken aan het feit dat mijn huis in de brand vliegt als ik dit aanzet. Dus dan ga ik maar even een stuk aan de bovenkant nog vervangen voor slabs. Maar dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Als je de episode leuk vond, kan je hem een like geven. En ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.